Eentje in het stuur. Vandaag is het een speciale dag. Vandaag ben ik namelijk niet zomaar een stuur. Vandaag ben ik... cheerleader de stuur. Nee, dat is niet hoe het zit. Vandaag ben ik de agressieve Dutch Stuber die zijn woede en frustratie moet uiten op dit. Kon je echt niks beters vinden dan dit? Nee. Later. Nee, sorry. Vandaag heb ik hier een piñata. En als jullie dachten dat dit een normale piñata is. Nou ja, een soort van. Ik bedoel, het is eigenlijk gewoon een piñata. Maar er zit wat speciaals in. Is de bedoeling. Wij hebben deze piñata gekocht van eBay. Jullie kennen natuurlijk de mystery boxes nog wel. Je koopt een doos van eBay van een bepaald bedrag. En dat zit vervolgens gevuld met mysterieuze spullen. Bij mij zat er een tampon in. Maakt verder niet uit. We kunnen hier dus van alles uitkrijgen. Het lipje waarin mensen dus de spullen hebben gegooid. Is nog een beetje open. Maar ik heb niet gespiekt. Dus voor mij is het allemaal nog een groot raadsel wat er uit deze piñata gaat komen. En waarom maak ik deze video? Omdat ik zin heb om deze eenhoorn te bossen met een stok. Dus jongens en meisjes, doe een blauw duimpje omhoog. Als we heel erg veel likes halen, ga ik vaker dingen slopen. En laten we gewoon lekker gaan beginnen. Piñata, jij bent niet aardig geweest voor mij. Nee, wat is er trouwens met zijn horen aan de hand? Heb je hem al aangeraakt, jullie? Nee. Oké, ik hoop het maar. Oké, daar gaan we jongens en meisjes. Ik ben erin. Wat zit er in de piñata? Ik zet de doos iets naar voren. 3, 2, 1. Dus jongens en meisjes, de eerste poging ging niet helemaal zoals gepland. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Bro, hoe valt het over deze piñata? 24 euro, toch? Ja. Er zit onder andere freaking geld in. Ik heb hier gewoon 70 cent. Oké, wacht, ik wil verder. Oké, kom op. 3, 2, 1. Ik heb gewoon weer 70 cent eruit gekregen. Ik heb geen idee wat erin zit, maar er zitten in ieder geval euromunten in. Oké, we gaan gewoon verder, jongens. Let's go. Ik heb er dus 24 euro voor betaald. Dus als er nou meer geld in zit dan ik ervoor betaald heb, zit dat super sick staan. Kijk, Job, het is je wiskundeleraar. Wacht, dat is chocoladegeld! Chocoladegeld? Hoe kun jij dat ik het chocoladegeld zie? 25 euro, daarmee hebben we dus al euro winst gemaakt. Ik zie hier 2 euromunten, 1 euromunten, 1 euromunten en allemaal 50 cent munten. Bro, we zijn kapot hard gegund. Ah, je hebt de helft en dan gaan we gewoon weg. Oké, nou. Je weet hè, mijn wiskundeleraar was nooit mijn grootste vriend. Nevertheless, ik denk dat... Oh my god, deze 25 euro... Is van mij. Nee? Oké. Ik bedoel, biljetten en chocolademunten, waar onder andere Jeroen denk ik heel erg blij mee gaat zijn, hebben wij gekregen uit deze piñata. Ik had het echt niet verwacht. Ik bedoel, die mystery boxes op eBay, ik hoor daar heel vaak slechte verhalen over, dat daar bijvoorbeeld ja, spullen in zitten die totaal niet de waarde hebben, die mensen betaald hebben voor de doos. Als mensen bijvoorbeeld 100 euro betalen, zit er maar een waarde in van 20 euro aan spullen. Maar wij hebben gewoon een dikke winst gemaakt. Yes! Sorry voor mijn agressiviteit in deze video. Ik wil hiermee duidelijk maken dat geweld helemaal niets oplost. Alleen, wanneer ik dat woord hoor, dan kan ik een beetje trigger dragen. Bedankt voor het kijken. Als jullie meer video's willen, doe even een blauw duimpje omhoog. Het was je boy, Karate Tuber. En tot de volgende keer. Shoutout naar Jeroen achter de camera. Hopelijk heeft hij deze keer niet geheigd in de microfoon. Adios.